Welkom bij een spel. Het is leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op On Mars, uitgegeven door Eagle & Griffin Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je een 90 tot 150 minuten mee bezig bent. En dit is een worker placement engine builder spel waarbij we in de huid kruipen van een bedrijf, een kolonisatieprogramma dat Mars gaat koloniseren over de duur van een 100 jaar. En daarbij gaan we natuurlijk van alles en nog wat moeten bouwen. Huisvesting voor onszelf, maar natuurlijk ook voedsel, water, zuurstof, supplies, energie. En daarbij proberen we de meeste opportunity punten te verzamelen. Want degene die dat uiteindelijk voor elkaar weet te krijgen, wordt de winnaar van On Mars. Maar laten we eerst maar eens een blik werpen op wat er in deze best wel grote box zit. Het spel is bedacht door Vital Lacerda en wij krijgen de spelregels in het Engels en die zijn prima. Veel duidelijke voorbeelden met de verschillende manieren waarop je het opzet, of de manier waarop je het opzet, de verschillende acties met talloze voorbeelden aan de zijkanten erbij en clarificaties hier en daar. En achterin natuurlijk nog het solospel en hoe dat gespeeld moet worden en wat belangrijke dingen terug. In deze box zit ook de upgrade pack. We hebben nog de reference, waarbij je een kort overzicht hebt van de verschillende kaarten en eigenschappen, altijd lekker. Het hoofdbord waarop we het gedeelte van Mars hebben waar wij daadwerkelijk gaan koloniseren. Wel grappig gedaan, je ziet hier één klein vierkantje van de gele oppervlakte van Mars en dat is het gebied wat dit speelbord vertegenwoordigt. Met de ruimteacties, de acties op het land, de opportunity points die je hier bovenomheen op het spoor hebt en natuurlijk allerlei andere sporen waar we natuurlijk straks meer naar gaan kijken. Verder hebben wij reference kaart voor elke speler. We hebben het scientist board. We hebben voor elke speler een spelersbord waar je het een en ander aan componenten in gaat neerleggen. En we hebben de componenten voor elke speler in zijn of haar kleur in mooie uitneembare bakjes. De kaarten, de grondstoffen, de robots, de verschillende upgrades voor de faciliteiten, dus water, energie, eten, whatever. En dat ook allemaal weer in mooie losse componenten die je eruit kan halen in deze editie. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een kleur. Je krijgt het spelersbordje in jouw kleur. Daar plaats je de 5 raketten op. De 4 stenen. Je begint met 3 colonizers. Of kolonisten moet ik eigenlijk zeggen. De 4 living quarters. De overige componenten in jouw kleur binnen handbereik. Je rover. 3 missiekaarten. Geheime missiekaarten. En 1 grondstof van elk soort. En een crystal. Op het speelbord plaatsen wij onze startbasis en die herken je aan de S die op de rug staat. En afhankelijk van het aantal spelers zijn er een bepaalde startposities voor. En daar zetten we onze eerste robot op. En natuurlijk hebben wij een scoremarker hier op het scorespoor liggen. We wijzen willekeurig een startspeler aan en die mag als eerste zijn figuurtje plaatsen op 1 van de 8 beschikbare posities en degene die op het hoogste getal staat, nadat dat geplaatst is, die mag beslissen waar de raket start, of die hier in de ruimte begint, de orbit, of dat ze hem hier op de colonization spoor leggen. Daar komen we natuurlijk straks op terug. Verder hebben wij natuurlijk het speelbord. Op Mars leggen wij op de hoeken de verschillende research tegeltjes. We leggen hier de missiekaarten. Afhankelijk van of je een kort of een lang spel speelt, neem je 2 korte missies en een lange, of 2 lange missies en een korte voor het lange spel. Als je de eerste keer speelt, wordt geadviseerd om deze 3 missiekaarten te nemen. Op de missiekaart staat wat we moeten doen, in dit geval huur scientists. En met 2 spelers moeten we dat 4 keer doen, of met 4 spelers 5 keer. En daarvoor is deze marker, die leg je op 4 en elke keer als iemand een actie doet, gaat die 1 omlaag. En als een missie in dit geval 4 keer voltooid is, dan komt de marker hier op het groene vinkje. En dan gaat de remaining missions marker 1 omlaag. En dat is de klok die we hebben
voordat het spel afgelopen is. Zodra deze drie keer verplaatst is, dan is het klaar. Dus in principe als elk van de drie missies voltooid zijn, is het spel afgelopen. Wat zien we nog meer? We hebben hier de warehouse. Daar leggen we in een tweespelerspel twee grondstoffen van elk type neer. We hebben hier de technology fiches. Die heb je met twee verschillende kleuren ruggen. Lichtblauw, donkerblauw. Je schudt ze, je legt een setje neer. En bij een tweespelerspel leg je de tweede set niet neer. Maar met drie of vier komt de tweede set hier ook nog te liggen. We hebben de overige starttechnologie gebouwen. Ook die herken je weer aan de S. De mijn is altijd het gebouw wat in het midden ligt. En de andere worden willekeurig op de vier blauw omrande posities neergelegd. Als startposities. Dan hebben we hier de discovery tegeltjes. Ook daarvan worden er twee willekeurig neergelegd. En de rest geschud in stapeltjes binnen handbereik. Dan hebben we hier het Life Support System bord, de LSS. We leggen de Colony Level Marker op level 2. We leggen een marker op de vier sporen, dus onze energie, water, greenhouse en oxygen. Die markers gaan omhoog. Reward tiles worden er willekeurig vier neergelegd. Dit is het Scientist bord. We leggen de zes Scientist kaarten neer in deze volgorde met hun meepeltje. En we hebben de Earth Contracts die we hier neerleggen. We hebben de verschillende gebouwen die we kunnen bouwen, die we klaarleggen. En hier bovenaan leggen wij de blueprint kaarten. Die zijn er in twee levels. De level 1 blueprint kaarten en de level 3 blueprint kaarten. Die schud je onafhankelijk van elkaar. Drie onderop, één erbovenop. En de bovenste zes komen open in de markt te liggen. En dan hebben we nog deze grote rode markers. Die je gebruikt zoals A. Kijkt naar het aantal blueprints kaarten wat we kopen. 10 stuks in totaal. Dus dat is een actie die hier zit. C kijkt naar de scientist actie. Dus die kunnen we hier doen. Hiermee kunnen we. Bij B moet je die research tegeltjes gaan halen. En dat doen we met de rover of de robots. Dus die leg je hier neer. Dan heb je een beetje een referentie aan waar die missiekaarten aan gelieerd zijn. Maar zo zit hem op. We hebben nog een reference kaart voor de spelers. We beginnen de travel fase van Orbit. Want daar zitten we nu. Hier bovenin naar de kolonie. En zou de raket onderin liggen, dan flip je hem van kolonie to orbit. Dat gaat natuurlijk ook nog uit. Wat kristallen binnen handbereik, wat overige grondstoffen. En dan voordat we gaan spelen, zijn er een paar dingetjes belangrijk om te weten. Zoals het spel dat stipuleert hier, zijn er bepaalde termen die van belang zijn. Als je grondstoffen krijgt, pak je die altijd uit de voorraad, tenzij dit symbooltje erbij staat, die op elkaar gestapelde blokjes, dan pak je het uit de warehouse, waar je dat symbooltje ook weer terug ziet komen. Resources worden opgeslagen in jouw storage en daar heb je beperkt voorraad, wat we natuurlijk straks ook gaan zien. Je hebt living quarters voor je kolonisten, dat zijn deze vakjes. We kunnen er nu maar vier kwijt en elke keer als je zoiets, een nieuwe quarters weet te bouwen, zie je dat er ook weer nieuwe vakjes op je spelersbordje vrijkomen. Dus dan kun je er ook weer meer neerzetten. En hetzelfde geldt voor kristallen. Als je die krijgt, die leg je hier op deze vakjes. En als je raketten gaat wegwerken, komen de nieuwe vakjes tevoorschijn. Oh, maar daar kun je dus ook weer kristallen in opslaan. Dus hoe meer je wegspeelt van je bordje, hoe meer ruimte je vrij speelt. Dit zijn allemaal verschillende gebouwen. En zodra gebouwen aan elkaar vastzitten, noemt het spel het een building complex. En de laatste belangrijke regel is dat elke hex, elk vakje mag niet meer dan één miniatuurtje bevatten. Of dat nou een robot is, jouw rover of iets anders. Daar zit gewoon een beperking aan. Enige uitzondering. Alle rovers van alle spelers beginnen hier in de mijn aan het begin van het spel. Maar daar zetten we ze alleen nog niet op. Maar daar zitten ze effectief met z'n allen allemaal in verstopt. Maar we mogen maar één figuurtje per hex hebben. Dus zetten we ze daar nog niet neer. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En dat kun je tijdens het spel doen. En aan het einde van het spel wordt er ook nog het een en ander gescoord. En daar hebben we de tijd voor tot de remaining mission marker hier naartoe gaat. En dan gaan we het een en ander afhandelen. En die wordt dus voltooid doordat ofwel een van de missies voltooid is. Maar alternatief, als de life support system omhoog gaat, kan dat rode blokje ook verplaatst worden. Even voor die beeldvorming. De marker ligt op 2. Wat betekent dat we level 1 zijn. Je bent het level onder deze marker. Dus we zijn nu level 1. Gaat die omhoog,
Dan zijn we level 2 en dan is dit de bonus, gaan we omhoog, level 3. En dan zie je dat deze marker ook tevoorschijn komt en dat remaining missies gaat dan ook omlaag. En dat gebeurt hier nog een keer en zo nog een keertje. Dus je kunt ook door alleen de live sport systems op te werken, de marker 3 keer verplaatsen, waardoor het spel afgelopen is. Maar dit is effectief onze klok. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens wat gaan bouwen op Mars. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde is verdeeld in twee fases. De kolonisatiefase, waarin elke speler een beurt neemt en tijdens je beurt doe je een main actie en eventueel een executive actie. En het tweede is de shuttle fase. De beurtvolgorde wordt bepaald door het spoor hier bovenaan, maar de volgorde waarin de spelers activeren is altijd vanaf links naar rechts. En dan beginnen we altijd bij de orbit spelers en degene die het meest links staat, dus dat ben ik in dit voorbeeld mag als eerste, daarna in dit geval Googly Eyes. Maar zou Googly Eyes aan deze kant hebben gestaan, dan nog gaan altijd eerst de spelers die in orbit zitten en dan pas de spelers die in de colony zitten. En dus beginnend met mijzelf en dan Googly Eyes mag ik mijn beurt uitvoeren. Daarin mag ik een main action doen en dus een executive actie. Nadat ik mijn acties heb gedaan, leg ik voor duidelijkheid mijn figuurtje even neer om aan te geven, oké, ik ben geweest. Wat voor acties zijn er? Nou, er zijn allerlei soorten acties op de main board. Maar het is wel belangrijk als jouw figuurtje zich aan de orbit zijde bevindt, mag je alleen maar de orbit main actions doen. Bevindt jouw figuurtje zich aan de colony zijde, dan mag je alleen de colony zijde acties doen. Dus afhankelijk van waar jij jouw beurtvolgorde marker hebt geplaatst, bepaalt dat waar jij de acties mag uitvoeren. Daarbij zul je bij de verschillende acties onderaan soms een symbooltje afgebeeld zien staan. Hier zien we een figuurtje, een kolonist. Hier zie je een kruisje, dus dan kan die niet geboost worden. Hier zie je een kristal. Dat is het boost symbooltje en dat betekent dat je er meerdere kolonisten of kristallen naartoe kan sturen om de actie te boosten. Als ik bijvoorbeeld de warehouse actie zou doen, dan mag ik een grondstof pakken. Voor elke kolonist die ik naar de boost stuur, dus die ik vanuit mijn living quarters hier naartoe stuur, mag ik een extra resource pakken, want ik heb 2 toegestuurd, dus ik zou er 2 extra mogen pakken. Daar gaan we natuurlijk zometeen meer naar kijken als we alle acties 1 voor 1 eventjes langs gaan. Maar dat is even belangrijk om te weten. Nou zie je ook dat sommige acties hebben aan de bovenkant zo'n rode ring staan. En daar zie je ook weer een colonist in afgebeeld. Dat zijn acties. Om die uit te voeren moet je een colonist vanuit je living quarters daadwerkelijk op de actie zelf plaatsen. En die komt niet op de actie zelf, maar die komt op een van die velden die daar dan naast afgebeeld staan. En dat maakt de actie vaak duurder. Als er geen andere kolonisten staan, dus in dit geval ben ik de eerste, dan hoef ik niks extra te betalen. Maar voor elke andere spelerskleur die er al staat, moet ik ofwel een kristal betalen, ofwel een van mijn kolonisten uit mijn living quarters verplaatsen naar mijn zogenaamde working areas, zoals dit gebied op je spelersbordje wordt genoemd. Daarbij is wel even belangrijk, speel je een 2-spelerspel zoals in mijn voorbeeld, dan zijn de kosten 1 kristal of 1 kolonist voor elke kolonist die er staat, ongeacht of die van jezelf is of van een andere speler. Mochten alle slots van een actie vol zijn, dan worden alle kolonisten van de speler die er de meeste heeft staan, hè, dus laten we het eventjes neerzetten zo, hoppata, 2 paars 1 blauw. Mocht ik nu naar deze actie toe willen gaan, ga ik eerst alle kolonisten van de speler in de kleur die de meeste heeft verwijderen en dan ga ik er zelf naartoe. In een 3 of 4 spelerspel zou dat betekenen dat ik bij mezelf sta, dus dan hoef ik niks te betalen. Maar in een 2-spelerspel betekent dat er nog steeds 1 kolonist staat, dus moet ik daar nog steeds voor betalen met een kristal of een worker. Dus dat is een beetje wat die rode bogen doen met de acties. Nou, laten we maar eens een blik werpen op de verschillende acties en dan beginnen we gewoon hier bovenaan bij The Orbital Station Main Action.
Als je deze actie kiest, je ziet ook, hoef je geen worker voor te doen, hoef je ook geen, kun je ook niet boosten. Effectief wat je gaat doen is je kiest ervoor om vanuit orbit te bewegen naar de colony site. En dat is op dezelfde manier als aan het einde van de beurt. Je doet dezelfde stappen, maar je skipt stap 1 van de travel to the colony beurt. Wat betekent je beweegt jouw spelermarker, die ik nu nog hier in orbit heb staan, naar de andere kant. Het eerste wat je doet is alle kolonisten die je hebt staan in de colony actievakken. Die gaan terug naar de living quarters. Nou, die heb ik daar nog niet, want ik ben nog niet op de colony geweest. Daarna beweeg ik alle kolonisten vanuit mijn working area, dus vanaf mijn spelersbordje, weer terug naar de living quarters. En daarna ga ik mijn spelermarker, die ik hier heb staan, verplaatsen naar een van de lege vakjes aan de colony zijde. En ik krijg onmiddellijk de bonus die daarop afgebeeld staat. Maar dat is de Orbital Main Station actie. De tweede actie die we hier afgebeeld staan zijn de Orbital Blueprints. Nou, jullie zien het al, ik moet daar een figuurtje naartoe sturen. Ik moet eventueel betalen als daar extra zijn. En ik kan hem ook nog een keer boosten door daar extra colonizers naartoe te sturen. Wat doet deze actie? Hiermee mag ik de zogenaamde Blueprint kaarten pakken. Die blueprints heb ik nodig om nieuwe executive actions te krijgen. Als je er eentje pakt, dan krijg je de resources die hier rechts onderaan afgebeeld staan. Dus in dit geval krijg ik een crystal. En deze kaart leg ik naast mijn spelersbordje. Ik plaats er een advanced building marker op. En dat betekent ook dat als ik geen advanced building markers meer heb, mag ik ook geen upgrades pakken. De leegte die ik achterlaat wordt niet onmiddellijk aangevuld. En als je deze actie boost, voor elke boost die je doet, mag je een extra blueprint pakken. De derde actie die je kunt doen aan de orbitzijde is het leren van nieuwe technologieën. En dat is deze actie. Je mag hierbij een van de tech tegeltjes pakken die hier open in het aanbod liggen. Maar daarvoor moet je wel de kosten betalen. De onderste tegeltjes zijn gratis. Deze kosten energie en deze kosten energie en een tegeltje naar keuze. Als je een tegeltje pakt, dan plaats je dat op het meest linker veld van jouw spelersbordje. Dus laten we zeggen dat ik deze neem. En wederom, afhankelijk van waar ik hem plaats, altijd op je meest middellinker veldje, krijg je de bonus. Dus iets uit de warehouse of misschien wil ik wel gewoon een kristal. Belangrijke regels bij de tactiles. Je mag nooit dezelfde tactile meerdere keren hebben. Ook deze actie kun je weer boosten. Voor elke kolonist die je erbij stuurt, mag je een extra tegeltje pakken. En in principe mag je alleen maar tegeltjes plaatsen hier op het meest linker gedeelte van je spelersbordje. Liggen die allebei vol, dan mag je deze actie niet doen. Om daarbij verder te komen, zul je moeten gaan researchen en developen. En dat is de volgende actie in Orbit. Dat is deze actie. Dat is de Research and Development actie. Als je deze actie kiest, mag je je technologie twee stapjes ontwikkelen. En dat betekent dat je één tegeltje twee stapjes mag bewegen, of twee tegeltjes allebei één stapje mag bewegen. En als je de actie dus weer boost met colonists, dan mag je dus meerdere stapjes doen. Kom je weer op een afbeelding met zo'n, of weer een vakje met een afbeelding, krijg je de bonus die daar staat. De kosten om te verplaatsen, die staan hier afgebeeld. Dus een grondstof naar keuze, oxygen, oxygen, oxygen. En de getalletjes geven aan welk level de technologie uiteindelijk is. En dat is belangrijk voor aan het einde van het spel, want hoe hoger je technologie levels, hoe meer punten je daarmee kan krijgen. Mocht je grondstoffen krijgen, zoals hier krijg je een crystal, de crystals, of minerals moet ik zeggen, zijn het volgens mij. De minerals zien jullie hebben ook die vier kleurtjes eromheen zitten, dat zijn jokergoederen. Dus als ik een mineral krijg, kan ik gelijk weer zeggen, oké, ik spendeer die mineral om met een kolonist de actie te boosten, om gelijk nog weer een stapje te doen en die kosten te betalen. Dus die grondstoffen die je krijgt, mag je gelijk weer doorzetten. Dan is er nog een belangrijke regel. Die tactiles die kunnen bij bepaalde acties gebruikt worden. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Voornamelijk als we bijvoorbeeld de basis gaan bouwen. Maar sommigen hebben ook acties die erop staan. En dan zou je die tactiles kunnen gebruiken. Ook als ze niet van jezelf zijn. Elke keer als je een tact gebruikt, zou je de bijbehorende tactile van jezelf of van een andere speler mogen gebruiken. En als je hem van een andere speler gebruikt, dan krijgt die speler onmiddellijk één zuurstof uit de voorraad. En aan het einde van jouw beurt, als je de tech tile van een andere speler hebt gebruikt, mag die speler, wiens
tegeltje je gebruikt hebt, deze onmiddellijk ontwikkelen. Ja, daar zul je dus altijd die zuurstof voor nodig hebben. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, ik leg hem gelijk eentje verder. Betaal je die zuurstof weer en eventuele andere kosten afhankelijk van waar je naartoe gaat. Hoeft niet, mag wel. Dus dat is nog even iets belangrijks. Die tactiles zijn voor jou een bonus, maar ook voor andere spelers. Die kunnen er ook gebruik van maken, maar dan heb jij ook weer een voordeeltje van. Dus dat is de Research and Development Action. En dan hebben we tot slot de Resupply actie bij de Warehouse. Nou, daar hoef je geen figuurtje naartoe te sturen. Je mag gewoon iets pakken en voor elke colonist die je erbij stuurt, krijg je een extra resource die je kunt pakken. Je hebt beperkt opslag. Het aantal kristallen wat je mag opslaan is gelijk aan het aantal lege vakjes wat je hier hebt. Dus in mijn voorbeeld 3. Dus ik zou er nog eentje bij kunnen doen. En het aantal resources wat je mag hebben is gelijk aan het aantal shelters wat je hebt plus 1. Dus ik heb 1 shelter aan het begin van het spel gekregen. Die starting shelter plus 1. Dus ik zou 2 resources mogen hebben van de 5 verschillende soorten die er zijn. Dus dat is de warehouse actie. Daar kan ik nieuwe resources mee krijgen. En dat zijn alle acties in orbit. Dan gaan we naar de colony. En die heeft natuurlijk ook een hele reeks aan acties. En omdat ik de volgorde van het boek even aanhoud voor de logica, begin ik hier bij de Control Center actie. En dat is deze actie. Daar hoef je geen figuurtje naartoe te sturen, maar je kunt hem wel boosten met kristallen. En je hebt 2 movement points om te verdelen over alle bots die je hebt. En 2 movement punten om te gebruiken met je rover. En je mag zelf bepalen hoe je die movementpunten inzet. Je kunt bijvoorbeeld een bot 1 stapje doen, je rover dan 2 stapje, andere bot weer 1 of dezelfde bot nog een keer. Dus daar mag je gewoon vrolijk mee gaan bewegen. Daarnaast, bots en rovers kunnen door elkaar heen, maar zoals al gezegd, ze kunnen maar op 1 of op elk vakje mag maar 1 miniatuurtje staan, 1 figuurtje staan. Zoals ik aan het begin van het spel al had uitgelegd, alle rovers die staan in principe hier. En we beginnen allemaal met een bot hier in onze shelter. Bots gebruik je met name om dingen op te ruimen en te bouwen. Als een bot zijn verplaatsing eindigt in een vakje met een discovery tegeltje, dan ruimt hij dat op. Want dat vernietigt hij en verwijdert hij uit het spel. Dus daar zijn bots niet zo goed in. En hetzelfde geldt, bevindt hij zich in een vakje waar een kristal ligt. Ook dat ruimt hij op door het te vernietigen en gaat het terug naar de algemene voorraad. Aan de andere kant, het vakje waar de bot zich in bevindt en de 6 vakjes eromheen, zolang die niet bebouwd zijn, dat zijn de zogenaamde bots building zones. En die zijn belangrijk voor het bouwen en opwaarderen van gebouwen. Daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken met de building actie. Dan hebben we natuurlijk onze geliefde rover. Met de rover gaan we over de map heen reizen en daarmee kunnen we wel die kristallen oppakken. En daarmee kunnen we wel die discovery tiles naar binnen halen. Als je een tech tegeltje hebt met de rover, deze, dan kun je dat gebruiken om extra verplaatsingspunten te krijgen. Gelijk aan het tech level van de positie van het fiche, dus ligt hij op plus 2, kun je 2 extra movement doen. Belangrijk, de kristallen kan een rover oppakken door er gewoon overheen te rijden. De discovery tegeltjes, die kan hij alleen maar doen door erop te eindigen. Dat is wel eventjes belangrijk. Nou, daar staan ook eventuele kosten op die je moet betalen op zo'n discovery tegel. En daarbij is het ook nog wel belangrijk dat als je die resource of die discovery tegeltjes pakt, moet je die actie in ieder geval gedeeltelijk kunnen doen. Als je de actie niet kan doen, dan mag je hem ook niet zomaar op scoopen met jouw rover. Maar dat is de verplaatsing van jouw bots en rover vanuit de Control Center actie. Nou, dan willen we natuurlijk kunnen bouwen. En het bouwen doen we hier bovenaan. Dit is de Construct Buildings actie. Daar moet je weer een figuurtje naartoe sturen. En eventuele kosten betalen als er andere poppetjes staan. En dan mag je gaan bouwen. De gebouwen die je bouwt, die kun je ofwel aangrenzend bouwen aan een bestaand gebouw van hetzelfde type. Dus energie naast energie, water naar water, greenhouse, oxygen, etc. Of precies 2 vakjes, op 2 vakjes afstand van een gebouw van hetzelfde type. Waarbij het op dat moment ook niet aangrenzend is aan een ander gebouw van hetzelfde type. Nou, hoe doe je dat? Als eerste ga je kiezen welk gebouw je wilt bouwen. En dat kan dus een van de algemene gebouwen zijn, die hier bovenaan liggen. Of het kan een van jouw shelters zijn. En dan bouw je altijd van onder naar boven de shelters op het speelbord.
Je betaalt de kosten die afgebeeld staan op het gebouw. Dus in dit geval moet ik een zuurstofviesje betalen. Dus laten we dat ook gewoon maar eventjes doen voor het voorbeeld. Dan ga ik deze shelter bouwen. Dan plaats ik de nieuwe tegel gesloten in het bereik van, volgens de regels die ik net uitgelegd heb. Dus in dit geval ga ik aangrenzend bouwen aan eenzelfde soort gebouw. En hij moet in de building zone van mijn bot staan. Nou ja, dat staat hier, want die heeft een building zone van het vakje waar die staat, plus de 6 hexes daaromheen. En nu komt het belangrijkste. Als ik hem aangrenzend bouw aan hetzelfde soort gebouw, dan moet ik een technologiefiche gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Als ik hem hier aangrenzend wil bouwen, zal ik dus de technologie moeten gebruiken. Of die nou bij mezelf ligt of bij een ander, dat maakt niet uit. Anders dan dat als ik hem bij iemand anders gebruik die er een bonusje voor krijgt. Hè, dat zuurstofviesje, aan het einde van mijn beurt mag die een upgrade doen. Als ik hem precies 2 hexes afstand gebouwd heb van het gebouw, 1, 2, dus er zit keurig een gat tussen, dan heb ik die tektaal niet nodig. Maar ik ben ook niet bezig met het creëren van een complex. Want complexen, zoals ik al eerder zei, zijn een aaneenschakeling van gebouwen. En dat heb ik op dit moment niet gedaan. Daarnaast zien jullie dat deze gebouwen hebben een soort van pijltjes erop staan. Met kristalletjes erin. Dat betekent dat zij kristallen gaan leggen in de vakjes. Zo. Waar die pijltjes naar wijzen. En dan flip je hem naar de andere zijde. En dan krijg je resources gelijk aan het type van het gebouw en de grootte van het complex. Nou ja, dit is een complex van 1, wat betekent dat ik 1 energie krijg. Zou ik hem hier hebben geplaatst, dan is het complex nu 2. En dat betekent dat ik 2 van die fiches zou krijgen. Mocht je een shelter gebouwd hebben, dan krijg je kristallen. Dus nu zou ik 2 kristallen krijgen. Daarnaast, als je voor het eerst complex bouwt of uitbreidt, in een type wat je nog niet gedaan hebt, dan ga je naar je spelersbordje. In dit geval heb ik energie gebouwd. Ik pak deze marker en die ga ik plaatsen in het LSS. En ook die plaats ik natuurlijk bij de overeenkomstige marker. En die leg ik dan op het vakje van mijn kleur. Iedere speler heeft daar een vakje. Dus als je dat voor het eerst doet, dan markeer je dat ook. Belangrijk, mag je alleen maar doen als je een complex maakt. Dus als je aangrenzend bouwt aan dezelfde soorten tegels. Niet als je een standalone ergens neergezet hebt. Mocht je een nieuwe mijn bouwen, dan plaats je daar een kolonist op vanuit je living quarters. Als je dat niet kan doen, dan mag je die mijn überhaupt niet bouwen. En die kolonist die blijft nu in die mijn staan. En die wordt gezien als een miner en die gaat mineralen voor jou produceren als je naar orbit reist. Dus dat heeft wel een bonusje. Daarnaast, het bouwen van een van de life support system gebouwen zorgt er ook voor dat op het life support system bord de overeenkomstige marker 1 omhoog gaat. Daar staan ook kleine bonusjes op afgebeeld. Degene die dat als eerste doet krijgt onmiddellijk 2 overwinningspuntjes. Die zet je bij. Het zijn geen overwinningspuntjes, het zijn opportunity points. Daarnaast, als de marker onder de regel was, zoals in mijn voorbeeld, van de colony level marker, die nu op level 2 staat, dan krijg je nog een extra 2 benefits. Dus als ik dit doe, krijg ik 2 punten. De marker was onder de regel waar deze colony marker stond. Ik krijg overwinningspunten afhankelijk van de reward tegel die er ligt. In dit geval staat dat hier afgebeeld en dat tegeltje blijft ook gewoon liggen. En ik mag een van de benefits nemen die in dit wiel staat. En jullie voelen hem al aankomen, zodra alle markers gelijk aan of voorbij de colony marker staat, dan gaat hij automatisch eentje omhoog. En als de colony marker omhoog gaat, dan komen er nieuwe blueprints. Als de colony level 2 wordt, zoals hier, dan verwijder je alle blueprints die er nog liggen en neem je de bovenste 12 kaarten van het deck. Dus dan heb je 6 level 1 en 6 level 3 kaarten. Als de colony marker level 3 wordt, verwijder je alle level 1 blueprints die er zijn en voeg je de laatste 6 level 3 markers toe. Daarna vul je alle lege vakjes van de tech grid weer aan met nieuwe tegeltjes. Je vult het warehouse weer aan tot er weer in mijn 2 spelerspel 2 van elk soort liggen. En de eerste 2 keren als de koning statisch is geüpdate, krijgt elke speler punten afhankelijk van het aantal
cubes wat ze hebben in de progress area, dus dat gebied hieronder. Heb je één blokje, krijg je één punt. Heb je twee blokjes, twee punten. Drie blokjes, vier punten. Zoals dat hier onderaan weergegeven staat. En dat is dat symbooltje wat je hier terug ziet komen. En zoals ik al zei, als de colony marker dus op een gegeven moment dat rode blokje toont, dan wordt de remaining mission marker eentje verplaatst en zijn we dichter bij het einde van het spel. Andere actie die we zien is niet het bouwen van een gebouw, maar het upgraden van een gebouw. Dat geeft je de mogelijkheid om een blueprint die je hebt gepakt te gebruiken om een van de gebouwen op het speelbord te upgraden. Elk gebouw kan maar één keer geüpgrade worden, dus daar moet je even rekening mee houden. En elke blueprint kun je ook maar één keer gebruiken om een gebouw te upgraden. Wat is het voordeel van upgraden? Nou, advanced buildings, zoals ze dan heten, produceren resources als je travel to orbit doet. En ze hebben ook nog eens een keer speciale acties die je kan gebruiken als een executive action, waar we natuurlijk zo meteen naar gaan kijken. Het icoontje hier in het midden geeft aan hoe groot het complex moet zijn. De level 1 gebouwen kunnen gewoon een level 1 of groter complex aan. En de level 3 gebouwen moet het complex 3 of meer zijn om die upgrade erin te kunnen zetten. De kosten staan hiernaast afgebeeld. Dus in mijn voorbeeld ga ik bijvoorbeeld deze mijn opwaarderen. Ik betaal de mineral, de kosten die hier afgebeeld staan. Ik neem de advanced building marker van mijn blueprint en die plaats ik op het gebouw wat ik upgrade, waardoor je ook gelijk aan die limiet van één figuurtje per tegel komt. Dus dat is ook wel even belangrijk om te weten. Daarbij kan het natuurlijk zijn dat hier een rover of een bot zou staan. Daarvoor hebben ze de zogenaamde displacement regel. Als je een gebouw bouwt op een vakje met een kristal, dan gaat het kristal terug naar de general supply. Als je een gebouw bouwt of een upgrade op een locatie waar een research of discovery tegeltje ligt, gaat dat ook naar de gebouw. En doe je datzelfde grapje bij een bot of de rover, dan wordt die wegbewogen naar de dichtstbijzijnde aangrenzende hex waar ruimte is. Dus dan mag de eigenaar gewoon dat ding aan de kant schuiven. En mocht er een kolonist staan, dan wordt die teruggeplaatst in de living quarters van de eigenaar. En mocht je hier zo de tech voor gebruiken, dan mag je het een aantal keren doen. Die upgrades gelijk aan het niveau van het tech tegeltje. Maar dat is de upgrade actie. Wat hebben we nog meer? Hier hebben wij de mogelijkheid om een scientist in te huren of een earth contract te nemen. Aan het begin van het spel zijn er natuurlijk enkel en alleen de 6 scientists. Op het moment dat die gepakt worden, worden ze vervangen door zogenaamde contract cards. Je ziet hier ook dat elke speler er maar één keer naartoe kan gaan. Elke speler heeft er een vakje in zijn of haar kleur staan. Dus je kunt de actie niet meerdere keren doen, maar dat bijvoorbeeld bij upgrade en construction prima mogelijk is. Hij is ook niet te boosten, maar je moet nog wel steeds extra betalen als andere spelers er al wel staan. Wat mag je doen? Je kiest een van de kaarten uit de display. Je betaalt de kosten die daarbij afgebeeld staan. En die staan dan afgebeeld op het bord zelf. Dus als we hier naar kijken, kosten bijvoorbeeld 2 energie of 2 mineralen om die kaart te nemen. Dan neem je de kaart, die leg je open voor je neer. Als daar een scientist meepeltje op staat, dan krijg je die ook. En aan het einde van je beurt vul je het lege vakje weer aan met een van de contractkaarten. En daarbij mag je zelf kiezen welke kaart het is. Dus je pakt letterlijk de stapel contracten en je kiest welk contract je wil neerleggen op de plek van de scientist die je gekocht hebt of een ander contract op een later moment. Die contractkaarten, laten we even zeggen dat ik deze knakker gekocht heb, die plaats je op deze manier op het science of het labbord. Een contract nemen kost namelijk altijd een kristal. En als je een contract completeert aan het einde van het spel, krijg je de punten die hier afgebeeld staan. Maar haal je het niet, dan staan er ook eventuele strafpunten die je krijgt. Nou, er zijn 2 soorten contracten. Je hebt de witte contracten, dat zijn upgrade contracten. Aan het einde van het spel moet je een x aantal advanced buildings hebben op bepaalde building types. En je hebt de zogenaamde delivery
contracts. En om deze te completeren moet je gewoon aan het einde van het spel de grondstoffen die erop afgebeeld staan vanuit je spelersbordje daar opgelegd hebben. En dat kun je op elk moment doen. Ook als je grondstoffen krijgt kun je ze gelijk op zo'n contract leggen. Maar heb je in dit geval 3 energie en 2 mineralen erop liggen aan het einde van het spel, dan krijg je de 9 punten die dit contract oplevert. En dan hebben we nog 1 actie over. En dat is het verwelkomen van een nieuw schip. En deze actie kan ook weer geboost worden. Dat geeft jou de mogelijkheid om 1 van jouw privé ruimteschepen vanuit je depot te verplaatsen naar je hangar. De kosten hiervan zijn 1 water en 1 plant. En als je dat doet krijg je ofwel onmiddellijk een kolonist en een bot of 2 kolonisten. Dus als ik bijvoorbeeld deze bouw, ik betaal 1 om 1. Deze gaat naar mijn hangar en dan zie je al, ik krijg onmiddellijk 2 kolonisten of een kolonist en een robot. Nou, misschien wil ik wel 2 kolonisten, want ik heb de rest overal klem staan of wat dan ook. Uiteraard moet je er ruimte voor hebben en als je een bot krijgt, die plaats je in 1 van jouw shelters op het hoofdbord. En als er niemand, of als dat niet beschikbaar is, dan zet je hem in 1 van de dichtstbijzijnde vakjes aangrenzend aan 1 van jouw shelters. Daar zit nog een beperking aan. Je kunt niet zomaar schepen weghalen hier vandaan. Het aantal schepen wat je mag bouwen is gelijk aan het algemene colonization level. Nou, we zitten nu nog op level 1, dus ik zou 1 schip kunnen bouwen. Maar zodra de colonization marker omhoog gaat, gaan we er dus meer kunnen bouwen. Maar dat zijn de verschillende main actions waaruit je allemaal kan kiezen. En daarbij is het dus belangrijk, sta je aan de colony zijde, kun je alleen maar kiezen uit de colony acties. En sta je aan de orbit zijde, dan kun je alleen maar kiezen uit de orbit actions. Dus je wordt in die zin ook wel weer beperkt. Nou had ik gezegd dat je ook naast die main action ook nog een executive actie mag doen. Nou, executive actions zijn de acties die hier afgebeeld staan. Die acties kosten een x aantal kristallen en zodra het schip weg is, wordt zo'n executive actie ook beschikbaar. Je betaalt de kristallen en dan kun je bijvoorbeeld een resource nemen of je kunt je bots bewegen over het bord. Nou, er zit van alles en nog wat tussen. Het zijn vaak acties die we ook gewoon middels de reguliere dingen kunnen doen. Daarbij is de onderste actie wel even interessant. Dat is het gebruik van je advanced buildings. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een advanced building, hè, want ik had die mine geüpgrade met mijn gebouw. Dan komt hier een actie tevoorschijn. Om die actie te gebruiken moet ik 2 kristallen betalen en ik kan hem eventueel boosten met colonists en dan kan ik de actie doen die hier afgebeeld staat. Daar zijn de scientists ook interessant in, want dan zou ik in plaats van de 2 kristallen te betalen, mijn scientist hier naartoe kunnen sturen. Als die executive action. En dan kan die actie voor mij uitvoeren. En dan kan ik hem ook weer op de gebruikelijke manier boosten. Het enige is wel, die scientist moet wel het gebouw matchen. Dus ik heb hier de water scientist, de hydrologist. Die kan niet hier werken. Je ziet ook een afbeelding van dat poppetje. Maar ik mag die scientist ook op pad sturen naar gebouwen van andere spelers. Als zij een advanced building hebben liggen. En ik heb de matching scientist, dan zou ik hem daar naartoe kunnen sturen met mijn executive actie. Dat zijn de executive acties die je kan uitvoeren. Dan hebben we nog de missies. Ik heb al uitgelegd dat als je bepaalde dingen doet, gaat elke keer die missie tracker 1 omlaag. Je krijgt de kristallen die erbij afgebeeld staan. En zodra ze een x aantal keer gedaan zijn, gaat de remaining missie marker 1 omlaag. En dan hebben we natuurlijk nog private goals. Aan het begin van het spel heb je er 3. Die geven bepaalde requirements aan, zoals in het regelboek staan die keurig uitgelegd, wat je nodig hebt om te doen. Als je tijdens jouw beurt in de colonization fase op een bepaald moment aan die eisen voldoet, dan mag je zo'n goal completen om de bonus te krijgen die daarnaast afgebeeld staat. Maar elke speler gaat dus 1 main action en eventueel 1 executive action doen. En als alle spelers dat gedaan hebben, gaan we naar de shuttle phase. Aan het begin van deze phase wordt de shuttle 1 stapje richting het midden van het bord bewogen. En als die al op het rode vakje is, zoals die hier aan het begin van het spel is staat, dan gaat die naar de andere kant toe. En dan bepaalt dus de colonization marker, in dit geval staat die, we hebben de kolonie op level 2, dan zie je dat de raket een 2 toont en dat betekent dat die in vakje 2 komt. En staat die nog op het begin, dan komt die gewoon 1. Dus dan gaat die steeds 1, 1, 1, 1, 1, 1. En nu is het 2. Volgende ronde gaat hij naar 1 en dan vliegt hij in deze kant 2 en dan 2, etc. Nadat de shuttle bewogen heeft, gaan in beurtvolgorde
Alle spelers kiezen of ze willen reizen of niet. Alle spelers mogen in deze fase reizen. Ongeacht of de shuttle zelf ook van de orbit naar kolonie is gegaan of vanaf de kolonie weer terug naar de orbit. Het enige verschil is, als de shuttle beweegt, en laten we eventjes doen dat ik nog steeds hier sta, en hij beweegt vanaf de zijde waar jij staat naar de andere kant, dan mag je gratis meeliften. En anders, om te reizen, moet je een schip uit je hangar halen. En dat verwijder je uit het spel om dan de andere kant op te reizen. Dus in principe kun je wel tegen de shuttle inreizen, maar dan moet je je eigen schepen gaan gebruiken. Wat gebeurt er als je reist? Dan ga je eigenlijk de vakjes die hier afgebeeld staan, die ga je langs. Allereerst heb je hier de Discovery Tiles. En laten we zeggen dat ik mee ga reizen met de shuttle. Dan mag ik een van die tegeltjes pakken en op een afstand van precies 3 vakjes vanaf mijn rover op het speelbord leggen. Dus die leg ik hier bijvoorbeeld ergens neer. Mocht je rover nog niet in het spel zijn, dan tel je dus vanuit die centrale mijn in het midden van het speelbord. En als er geen enkel vakje beschikbaar is, dan mag je het niet doen. Het tweede is, je beweegt naar de Retrieve, hoe noemen ze dat? De Retrieve Colonist Space. En dat is dus, in dit geval ga je alle kolonisten die je hebt staan op de koloniezijde oppakken. En die ga je weer in jouw living quarters doen. Evenals alle kolonisten die in je working area staan. En daarna beweeg je naar een van de vakjes waar jij wilt staan en krijg je de overeenkomstige bonus. Ga je de andere kant op, ofwel travelen we naar orbit. Laten we even zeggen dat hij hier naartoe gaat. Dan gaat paars lekker die kant op. Hetzelfde. We hebben eerst de Move Your Player Marker to the Production Space actie. Die staat hier weergegeven. Dat betekent dat elk Advanced Building op Mars produceert 1 resource overeenkomstig met dat type gebouw, tenminste van de speler die hier overheen beweegt. Dus ik zou in dit geval, omdat ik dus dit geavanceerde gebouw heb, minerals produceren. En elk advanced building wat je hebt op een shelter of de mine produceert gewoon een kristal voor je. Het tweede is, we gaan naar dit vakje. En jullie gokken hem vast al. Dat betekent dat alle kolonisten die je hebt op acties aan de orbitzijde gaan terug naar je living quarters. Evenals eventuele kolonisten die je hebt in jouw working area. Die weer terug gaan naar jouw living quarters. Daarna gaat jouw player marker naar een van de vakjes en krijg je de respectievelijke bonus. Net zoals bij de andere kant. En zo gaan we vrolijk verder totdat dus deze marker uiteindelijk 3 keer verplaatst is. En dan gaan we naar het einde van het spel. Nadat de kolonisatiefase voorbij is, wordt de end of the game getriggerd. Je speelt de huidige ronde af, zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. En dan komt er nog 1 laatste ronde, waarbij de shuttle fase wordt overgeslagen. En dan gaan we punten scoren. En dat staat eigenlijk hier weergegeven. We gaan punten krijgen afhankelijk van hoeveel van deze blokjes je hebt. Die zet je nog een keer bij. We gaan kijken naar het aantal schepen wat je in je hangar hebt staan. 3 per stuk, zoals dat hier aangegeven staat. We gaan alle kolonisten terughalen. Die zetten we terug in de living quarters en van boven naar beneden vullen we dat op. En afhankelijk van waar ze staan, zie je hoeveel punten dat waard is. 6. En dat wordt naarmate je natuurlijk meer vrij speelt en hoger kan bouwen, wordt dat steeds meer punten. Dus daar krijg je punten voor. We gaan kijken naar elke tactile die je hebt. 3 punten, 4 punten, 5 punten, afhankelijk van waar ze staan. 9 punten als je ze helemaal aan het einde hebt weten te krijgen. Dan gaan we de overwinningspunten krijgen voor de Advanced Buildings. 3 punten voor level 1 Advanced Buildings die je daadwerkelijk gebouwd hebt. En 5 punten voor de Advanced Level 3 Buildings. Dan hebben we de Scientists. De Scientists geven ook nog bonusjes zoals die hier onderaan afgebeeld staan. En tot slot hebben wij natuurlijk de Earth Contracten. Voor elk contract wat je voltooid hebt krijg je pluspunten. En voor elk contract wat je niet gehaald hebt krijg je strafpunten. Dat voeg je allemaal toe aan de punten die je tijdens het spel hebt verdiend. En degene met de meeste punten is de winnaar van On Mars. En zo wordt het spel gespeeld.
Onmars is een indrukwekkend en zwaar strategisch spel met heel veel lagen waar je mee aan de gang gaat, heel veel uitdagingen die gepresenteerd worden en een interessante speelmechanisme. Een van de sterkste mechanismes van dit spel vind ik persoonlijk de twee gedeeltes van het bord. De regio waarbij je in orbit bent en de kolonie zelf. Waarbij je verschillende acties hebt die je natuurlijk nodig gaat hebben om de stappen naar de andere kant te maken. En daarbij hou je natuurlijk in de gaten, kijk zeker in het begin als onze kolonie level 1 is, dan flipt die elke beurt en dan kun je vrij makkelijk heen en weer pendelen. Wat ook betekent dat jouw workers die je neerzet om een actie bijvoorbeeld te boosten, relatief snel weer terugkomen. Maar het is belangrijk om in de gaten te houden dat workers die je neerzet in je area of die je gebruikt op een actie pas terug gaan komen als je weer meereist terug naar het gedeelte waar je ze hebt staan. Dus effectief als ik hier een paar workers achterlaat en ik ga naar de kolonie en ik zet daar wat workers neer, dan moet ik er wel genoeg over hebben gehouden omdat ik deze gewoon vast heb gezet totdat ik weer een keertje terug ga reizen. En dat is wel een mechanisme wat ik heel erg interessant vind. En dat is een leuke manier waarop je over twee gedeeltes van het bord je workers en je acties gaat spreiden. En zeker naarmate de shuttle er langer over doet om van de ene kant naar de andere kant te bewegen, zul je misschien je eigen raketten eens een keer inzetten, maar kost je ook weer puntjes. En zul je dus misschien overwegingen maken om andere tactieken te doen. Het spel biedt je ontzettend veel mogelijkheden waar je op kan focussen. En wat ik ook leuk vind is, er zit een zekere mate van interactie in. Kijk, aan de ene kant doet iedereen zijn dingetje, zijn actie. En is het niet dat je elkaar aanvalt, basis van elkaar vernietigt. Het is meer dat je probeert bepaalde posities voor iemands neus weg te kapen. Bepaalde fiches probeert te ontdekken. Aan gunstige acties doet voordat iemand anders daar figuurtjes gaat zetten. En natuurlijk het strijden om bepaalde missies. Waardoor je weer extra kristallen krijgt. Maar je bent uiteindelijk ook met elkaar die basis aan het bouwen. Je bent met elkaar die verschillende missies aan het voltooien. En met elkaar ben je de verschillende onderdelen van het LSS aan het naar boven werken. Waardoor we uiteindelijk bij het einde van het spel komen. En dat is ook weer een hele grappige laag waarbij je bezig kan gaan met van oké, hoeveel tijd wil ik dat mijn tegenstander nog krijgt? Of hoeveel tijd heb ik zelf nog nodig om een bepaald plan tot realisatie te krijgen? En dat is ook weer een aspect waarbij je bezig bent van oké, wat kan ik doen? Wat doet mijn tegenstander? En wat voor invloed heeft dat in zijn totaliteit op het spel? Qua componenten en vormgeving is het spel heel erg sterk. De houten onderdelen, de layout in de box, de kaartjes, alles ziet er gewoon erg strak uit. En het heeft ook een hele heldere symboliek, een duidelijke gebruik van de symbolen. Waardoor je, het is nog steeds absoluut verre van een makkelijk spel in de zin van, het heeft ontzettend veel regels. Maar het is consistent en duidelijk in het gebruik van de symbolen. Dus als je het een paar keer gespeeld hebt, zul je dit spel relatief snel, 90 tot 150 minuten, kunnen spelen. Omdat het symboolgebruik zo helder en duidelijk is. Maar het blijft nog steeds een pittige jongen waarvan ik zelf ook iets heb van de eerste paar keer ben je echt nog aan het stoeien met wat kan ik allemaal doen en hoe grijpt dat in elkaar en hoe werkt dat met die twee verschillende regio's waar ik dan mijn workers naartoe kan zetten en de acties die daar weer uit voortkomen. Dus er is veel te ontdekken en dat maakt dit spel natuurlijk ook heel erg interessant. Maar het zit goed in elkaar, het zit gebalanceerd in elkaar, het is aangenaam uitdagend. Het is een spel waarbij je ook echt moet opletten wat je aan het doen bent en als je een beetje loopt te rommelen in het begin en niet op te letten wat er allemaal plaatsvindt, ja, dan heeft dat echt wel consequenties voor je eindscore. Het is zeker een zware jongen in die zin. Maar alles bij elkaar genomen is het wel een spel wat ik ontzettend sterk in elkaar vind steken. Met de juiste groep spelers heb je hier heel veel plezier aan. De herspeelbaarheid is goed, de uitdaging is geweldig en de verschillende mogelijkheden die gepresenteerd worden door alle
acties die er zijn, maar ook de upgrades, de technologieën, wie die bouwt op welk moment, hoe het LSS gaat of welke missies er liggen, maken dat elk spel net weer even anders aanvoelt en je weer andere uitdagingen presenteert. En dat zit gewoon erg goed in elkaar en dat maakt dat ik liefhebbers van dit soort wat zwaardere worker placements het spel van harte kan aanraden en daarom ook een 8 heb gegeven. Spellen Zolder.